Positief schrijven. Omdat het toch voor de zakelijke markt is. En dan denk ik dat positief schrijven erg belangrijk is. Um, ik ga hier niet te veel woorden aan besteden. Um, het lijkt me op zich al duidelijk. Uh, en ik zeg het eigenlijk omdat er al genoeg wordt geklaagd in deze wereld. Um, en als je naar een presentatie gaat. en als je, naar een, als je een presentatie geeft. Dan moet het een bepaalde toegevoegde waarde zijn. Laten we eerlijk zijn. En het woord zegt het al. Als je iets toevoegt, ja, dan, dan moet het iets positiefs zijn. Want anders sta je daar op de verkeerde plek. Um, een belangrijke disclaimer wel. En dat geldt natuurlijk ook voor deze hele cursus. Dat eigenlijk van alles wat ik zeg, het tegenovergestelde misschien ook mogelijk is. En wat ik daarmee bedoel. Um, nou ja, stel je hebt een bedrijf van, van 500 man. En er is altijd wel één man of vrouw, whatever... Um, en die werkt al 18 jaar en, uh, en die heeft altijd overal iets op aan te merken. Het is gewoon altijd, nyeet, gewoon echt, niets is goed. Dat soort mensen bestaan en functioneren uh, en, en hebben een goede job. Alleen het is altijd zagen, zagen, zagen. Nou, daarmee nou, bedoel ik, stel je voor dat zo iemand nou een presentatie zou moeten geven. Ja, dat zou het totale onzin zijn als die een heel mooi uh, rooskleurig uh, positief verhaal vertelt. Eh, voornamelijk bij het interne personeel. Laten we daar eventjes vanuit gaan. Dan is het natuurlijk heerlijk dat zo iemand even helemaal los kan gaan. Uh, en dan wordt het ook gewoon een soort gimmick. Um, eh, dus alles, hij zegt zeg, bijvoorbeeld alles wat alleen maar andere mensen durven te denken. Maar hij zegt het. Dus laten we er nou vanuit gaan dat jij en ik en de rest van de wereld bij die andere mensen horen. Dan ben ik er toch van overtuigd dat als je een bedrijfspresentatie gaat geven, dat je een positief verhaal moet hebben met een positieve mindset. Uh, want dat is toch uiteindelijk waarmee je de mensen mee de zaal wil laten verlaten.